historie Benjamin Jacobs. Adam, de eerste mens, ons aller voorvader, woonde, zo vertelt de Bijbel, in het paradijs met zijn vrouw Eva. Maar al heel snel na de schepping ging er iets mis in dat prachtige paradijs. Adam is zich hiervan bewust en reageert door zich te verstoppen waar Adam was. Maar toch vraagt hij hem: Adam, waar ben je? Jullie doen precies wat we niet willen, hè? Op afschuwelijke wijze heeft een criminale gek doelbewust en bij volle kennis onschuldige medemensen tijdens hun gebedsdiensten in koele bloeden vermoord of verminkt voor het leven, fysiek en geestelijk. En wat doen wij? Duizenden en duizenden kilometers verwijderd, aan de andere kant van de aardbol, om te beseffen dat diezelfde criminele schurk ook Nederland als moordplaats had kunnen kiezen. Adam, waar ben je? Mensen dagelijks worden ontvoerd, beroofd en vermoord, waar vrouwen worden verkracht en kinderen worden afgeslacht. Zullen dit onze gedachten zijn in die ene minuut stilte dadelijk? Of stellen we onszelf de vraag: Adam, waar ben je? Hoe gaan wij hier eensgezind bijeen verder in de strijd tegen... Prachtig om ook al die woorden van jullie te zien. We laten ons niet uit elkaar spelen, we laten onszelf niet verdelen. We blijven solidair met elkaar. Thank you.